komen jullie op die naam? De tijd waar we in zaten, man. Ik zou niet zeggen de tijd waar we in zaten was uncolorful, maar het had gewoon meer kleur nodig, I guess. Op die fiets. Ja. Okay. Zo. Ja, toch? Het was allemaal grijs, bro. Als je naar Ape, Air, Souls, whatever ging, het was allemaal the same. Dus het was allemaal grijs. En wij waren gewoon meer kleur, meer vrijheid, meer muziekkeuze in de party scene gooien eigenlijk. Want er werd geen Uzi of er werd geen Playboy Cardi gedraaid in de club. Wij deden dat gewoon, snap je? Wij gingen gewoon trappen, we gingen gewoon van R&B naar Afro naar alles gewoon, snap je bedoel? Wel gewoon op volgorde. Ja toch, ja toch. Niet dat wel gewoon netjes op de avond op volgorde. De avond eindigde met trap. Maar we begonnen gewoon rustig met oldschool R&B, afro, een beetje dancehall. En dan, weet je, we gingen steeds hoger en hoger. Dus zo, ja. Wij dachten toch over... De flavor in je eer hebben we gebracht. Als we gewoon naar bijvoorbeeld Londen zouden gaan of zo. Dat is ook een beetje de vibe die je daar kon krijgen. Tuurlijk, je kan naar de vissers gaan waar je een tafel en zo moet halen. Maar je had ook gewoon de vissers waar, ja... De creatieve mensen met een beetje stijl naartoe gingen. Ja, maar waar je ook uiteindelijk gewoon een soort van sound kreeg, weet je. Tuurlijk heb je gewoon een bepaald moment wanneer er liedjes worden gedraaid. Wanneer je een beetje kan whinen en zo. Maar tuurlijk moet je ook een PC hebben waar de guys even de nieuwste hits van de week kunnen horen, snap je? En in die tijd hadden we veel hits. In die tijd hadden we veel hits, weet je. Shout out naar Johnny Geld, Jonathan. Eigenlijk, wat ik je zeg... Wij gooiden alleen mensen op de gastenlijst, heel veel. Dus hun verdienden eigenlijk niet superveel op ons. Maar Jonathan zag wel in van, hun brengen wel echt de culture gewoon in de club. En dat hadden hun natuurlijk ook nodig. In plaats van altijd maar die mensen die gingen spenden. Je had ook natuurlijk wat culture nodig. En daarom wist hij ook van, oké, deze mannen moeten hier blijven. En at the end of the day gingen we van donderdag naar zaterdag, omdat het gewoon zo goed ging. Dom. Nee, zag het nog Johnny, man. Zeker weten, man. Dat is goed. Ook als ik dit hoor, ik zie... Marketing-wise, ik hoor veel concepten like that, man. En jullie doen beide ook in de marketing nu, toch? Als ik het goed heb. Ja. Voorheen was het helemaal niet zo. Het is eigenlijk zo gelopen door Colorful, denk ik. Want ik heb er niet eens voor gestudeerd of whatsoever. Ik denk gewoon, we waren sowieso altijd gewoon bezig met dingen regelen. En kijken hoe we dingen gewoon on the map kunnen zetten, snap je? Ja. Dus dat is een deel ervan, toch? Ja. Weet je, zonder dat je het beseft.